Fase 10 en 11 jaar gaan we kijken, want hier hebben we ook een aantal kansen. Hebben ze wat dachten van Nederland, wat dachten we van Duitsland, wat dachten we van... Derksoor, die heeft die grote rond het lange stuk. Kan hij daarvan profiteren? Of is Thijsselbloem dan toch wel een stukje sterker? Op dit moment is het in ieder geval de Flying Devils die sterk te zijn. Met Weland die daar als eerste die optocht gaat komen. En die triple oversteekt Derksoor 2. Dan komt daar Van Aalen. Die gaat ook nog het paardje voorbij steken tegenover Thijsselbloem. Die daar dan toch nog gelukkig moet nemen met de vierde positie. Kan hij daar nog iets aan doen? En wat doet dan Nieuwenkamp? Gaat hij daar ook zichzelf nog mee bemoeien? Of laat zij het voor wat het is? Het lijkt in ieder geval zo te zijn. Weland op 1. Derksoor 2. En Van Aalen denk op de derde plek, maar het wordt hier nog wel heel spannend om te finalen. En we moeten natuurlijk wel even het schoudertje recht houden.